Piranha Movies. Jongen, de gast, het is donderdag en daarom is het tijd voor de... No Money. Laten we beginnen met de Banjo Break van vorige week. Daar vroeg ik namelijk om tips voor een andere Banjo Break. En jullie hebben massaal gereageerd met onder andere... Doe de 5 beste manieren om zelfmoord te plegen. Ik zal vaker om tips vragen bij jullie. Wat een fucked up idee is dat? En het ergste van mijn publiek, jullie dus, is wel dat er massaal positief gereageerd werd op dat idee. Wat? En daarom dus vandaag een verse 5. Met een heel speciaal onderwerp. Namelijk 5 manieren om vermoord te worden. Dat doe je niet bij jezelf, maar dan wordt het je aan, snap je? Nummer 5! Mocht je nou ooit in een serieuze situatie zijn waarbij je echt vermoord wordt, is de gouden tip altijd: doe alsof je dood bent. Als ik iemand ga vermoorden en ik zie dat die persoon al dood is, of ja, dood speelt in dit geval, het heeft niet echt veel zin om iemand 2 keer te vermoorden. Dus als je ooit vermoord wordt, doe dan gewoon alsof je dood bent. Help! Help! Ik ben achtervolgd! Iemand wil me vermoorden. Oh, ik heb een idee. Doe alsof je dood bent. Oh, knekkenbreut. Damn, jij bent hier echt goed in, hé. Je lijkt echt dood. Breut, knekkenbreut. Hey, die dude die achtervolgde, die is weg. Dus je kan weer overeind komen, Stef. Stef. Stef, jongen. Moet je nou weer zo kinderachtig doen? Hij is weg. Je ziet dat hij weg... Ik ruim het wel weer op hoor, als het zo moet. In godsnaam, kan je nou nooit tegen een lolletje? Is dat het hele ding of zo? Oh, dit is wel echt grof vel. Jezus. Nummer 4! In het leven kan je het niet ontlopen dat je vroeg of laat bij iemand aan het sterfbed staat. En geloof het of niet, dat is oprecht een hele mooie plek om iemand te vermoorden. Niet doen, niet mensen vermoorden nu. Zoon, ik ga niet winnen van de ebola. Ik moet je nog één laatste ding zeggen. Vader, ik ben direct gekomen toen ik hoorde hoe erg het was. Kom dichterbij. Ja, natuurlijk. Nog ietsje dichterbij. Oké, maar wat is er dan, pap? Wat ik heb, is besmettelijk. What the fuck, pap? Oh, als ik nu ook ebola krijg. Oh. Nummer 3. Wat je nooit moet vergeten is dat een moordenaar niet altijd bewust iemand vermoordt, maar ook dood door schuld is ook een moord. Bijvoorbeeld dat je iemand wil helpen terwijl je eigenlijk niet echt kan helpen. Het beste voorbeeld is bijvoorbeeld dokter zijn of een medische achtergrond hebben. Die moeten natuurlijk altijd mensen helpen die op straat zijn. Als je dat niet doet, ja, dan is het een strafbaar feit. En ik kan het weten, ik heb namelijk een medische achtergrond. Ik ga het niet redden. Oh, jawel, rustig blijven. Ik heb een medische achtergrond. Kan je me helpen? Hè? Nee, totaal niet. Maar zei dat je medische achtergrond had. Oh ja, wacht. Kijk. Dit is mijn medische achtergrond. Goeie grap. Jeetje, is ze slaapverwekkend, ja? Wat een loser. Nummer 2! Iets waar ik van hou in een film, met name in een comedyfilm, is een sterfscène. Die zijn altijd grappig. Er opent zich in één keer een hele nieuwe wereld als iemand aan het sterven is. Rustig blijven, oké? Je bent zwaar gewond. Alles gaat goed komen. Bardo, zeg tegen mevrouw dat ik van haar hou. Je hebt geen vrouw. Oh, doe dan alleen maar mijn kinderen. Die heb je ook niet. Mijn vriendin, heb ik een vriendin? Nope. Doe dan maar gewoon jouw vriendin. Ja, leuke avondjes mee gehad. En door dat soort opmerkingen heb ik jou dus vermoord. Jezus man. Blijf van mijn vriendin af. Nummer 1! Het is algemeen bekend dat vlak voor je sterft komt altijd Magere Hein bij je langs. Als Magere Hein jou aanraakt, dan ben jij dood. En als je dan Magere Hein tegenkomt op straat, doe dan vooral een leugentje voor eigen bestwil. Jongen, Bardo, ik kom je halen. Magere Hein. Hoi. Nee, niet nu. Ik ben te jong om te sterven. Ik ben te mooi. Wacht. Zei je nou Bardo? Ja, Bardo, jij moet met mij mee naar de hel. Kom op, lopen jongen. Nee, ik ben Justin. Justin Zwieber. Justin Zwieber. Justin Zwieber? De Bardo die je zoekt, die woont 4 straten verderop. Daar. Kijk maar. Wat? Oh shit! De verkeerde hero. Want ik dacht even serieus dat je me echt moest hebben gewoon. Foutjes kunnen gebeuren. Hè? Het is ook zo grappig dat uitgerekend jij Magere Hein speelt. Magere Hein, jij? Wat zei jij? Ik bedoel het niet zo. Ik heb zelden
zo'n goede grap gehoord. High five! Yeah! Tja. Ja, loop maar naar de hel. Ik heb er geen zin in. Wat een kutwerk. Heb jij gelachen om deze video? Geef dan een dikke like of ik kom je vermoorden. En abonneer ook vooral hier beneden of ik kom je opnieuw vermoorden. 2 keer. En als je al geabonneerd bent, druk dan vooral even op dat belletje daar beneden. Dan krijg je altijd als eerste de nieuwste Banjo Movies. Bedankt voor het liken en het abonneren hier beneden. En dan ga ik... Sorry hoor, Justin Zwieber. Maar Bardo woont niet 4 straten verderop. Oh, zei ik 4? Ik bedoelde 3. Hey, jij bent Bardo. Nee, maar... Geen gemaar. Meekomen. Jij, naar de hel. Nu. Hey. Oh, sorry. Ik ga al mee. Bye. Like en abonneer.